En het managementteam verkiezingen van het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft gisteren een bijeenkomst gehad met politieke organisaties om de COVID-19 maatregelen die zullen gelden op de dag van de verkiezingen door te nemen. Dat meldt het ministerie in een persbericht. Tijdens de bijeenkomst zijn ook de aanbevelingen van de politieke partijen meegenomen. Uiteindelijk zal het finaal plan gepresenteerd worden aan de regering. Vanuit de politieke partijen is er vooral aandacht gevraagd voor de avondklok en de mogelijkheid om een toezichthouder van het onafhankelijk kiesbureau in het stemlokaal te plaatsen. De partijen hebben aangedrongen op eerlijke verkiezingen.